De ruimte tussen het perron en de trein is 5 centimeter. Toch komt de man vast te zitten. De passagiers wordt dan gevraagd om naar één kant van de trein te gaan en zo het treinstel te laten kantelen. Als dat niet lukt, verzinnen ze iets anders. En uiteindelijk komt de man los. Hij is niet gewond en kan met de volgende trein vertrekken.